Hele goede middag allemaal en leuk dat jullie gaan kijken naar deze live presentatie. Nou, het is vandaag weer een mooie dag, althans ja, qua weer is het niet zo lekker, maar het is voor de rest wel droog hier. Ik ga vandaag weer een nieuwe presentatie geven. We laten onder andere het zien, het multimedia systeem van de nieuwe Opel Insignia. Dat is natuurlijk een nieuw systeem, wat nu op de nieuwe Opel Insignia dan standaard of althans beschikbaar is. En die wil ik graag altijd eventjes in het echt laten zien. Nou, we gaan snel naar binnen, waar het gelukkig een stuk warmer is. Nou, hier staan eigenlijk al onze nieuwe modellen die we hier op voorraad hebben staan, die we mooi kunnen laten zien. We hebben dan ook deze hele mooie Grandland X Ultimate uitvoering, dus de meest luxe uitvoering van de Grandland X. Nou, dan zijn we hier aangeland bij de Opel Insignia. Nou, we gaan het model eerst even laten zien. Dit model, het is dus in twee modellen leverbaar, hè, twee uitvoeringen. Dit is de Grand Sport, hè, dus de 5-zitter uitvoering. Hij is ook nog in een Sport Tourer. Nou, dit is natuurlijk een hele mooie luxe uitvoering, hè, met het Opel C-lijnpakket. Dat is een mooie wat donkere tweekleurige velgen die deze auto heeft. Dat zijn 18 inch. En in de kleur zwart. Nou, dat doet hem echt... heel mooi. Een dikke bak zouden ze zeggen op de reclame. Nou, als we naar binnen gaan kijken, dan zien we hier dat deze auto voorzien is van de ergonomische comfortstoel. Nou, dat is natuurlijk een stoel die enorm veel meer comfort biedt dan de standaardstoel. En hij is ook met geheugenfunctie. En massage zelfs nog. Nou, dan zijn we nou aanbeland in de auto. Ik ga het systeem eventjes opstarten. Het piepje gaat zo uit. Nou, hier zien we dus het nieuwe systeem van de Opel Insignia. Zoals ik al zei, is deze dus momenteel alleen leverbaar in de Opel Insignia. Maar ja, aankomend jaar zal dit systeem wellicht ook in andere Opel modellen ook uitkomen. Nou, ik heb er een tijdje mee gewerkt, maar mij heel erg opvalt in positieve zin ook dat het heel snel is. Je zult ook zo meteen zien, zodra ik op een paar verschillende knoppen druk, springt hij eigenlijk heel snel ook over. Het is makkelijk overzichtelijk. Ja, dus als we bovenaan beginnen, zien we hier natuurlijk audio. Nou, als we daar naartoe gaan, hè, dan gaat hij dus allemaal naar de radiogegevens. Hij is natuurlijk voorzien van DAB, ook AM en FM. Dus dat is wat daar ook op zit. Linksonder kun je heel mooi naar het home screen kun je daar gaan. Of linksonder een aantal sneltoetsen, wat je kunt zien. Naar rechts zie je de datum, of sorry, de buitentemperatuur en de tijd, wat hij daaraan geeft. Natuurlijk kun je telefoon ook koppelen. Ja, dat kan gewoon met de Bluetooth. Waarbij dat gewoon handsfree kunt bellen. Via de knoppen aan het stuur kun je uiteraard de telefoon opnemen. Werkt ook met spraakfunctie en de microfoontjes zitten eigenlijk bovenin bij de verlichting daar. Nou, dan zijn we aangeland bij het navigatiesysteem. Natuurlijk van heel Europa is het ook voorzien. Nou, het werkt heel snel. Zodra ik wat invoer, dan pakt hij het uiteraard eigenlijk geheel op. Je kunt natuurlijk hiermee in- en uitzoomen. Nou, als ik dan een route invoer, dan kan ik hierboven heel makkelijk hier het intypen. Ik kan een favoriete of adres. Of ik kan bijvoorbeeld ook gewoon zeggen van ik zoek gewoon een plaats op. En op een gegeven moment verschijnen de mogelijkheden al in het systeem. Nou, het werd natuurlijk super makkelijk om dat te zien. Hij staat binnen, hij heeft nou natuurlijk niet zo goed bereik qua... qua GPS, hè, maar buiten zou je natuurlijk gelijk alles mooi oppakken. Als we verder gaan, zien we dat het ook nog mogelijk is om het klimaat nog te regelen. Nou, de auto is nou niet gestart, dat ga ik trouwens wel eens doen. Dan kunnen we dat meteen ook even kijken. Maar hier kun je dus ook digitaal je temperatuur instellen. Zowel links als rechts is het bij deze auto. Je kunt de airco natuurlijk uitzetten of alles synchroniseren, zien waar die lucht vernameld hebben. Dat is allemaal onder het kopje klimaat. Je kunt dus verschillende gebruikers kun je toevoegen. Dus wanneer je bijvoorbeeld met z'n tweeën rijdt, kun je zeggen van nou een profiel aanmaken met zijn eigen functies daar eigenlijk op, zijn eigen instellingen. Nou, natuurlijk zien we hier het knopje instellingen waarbij je natuurlijk alles kunt regelen van de auto. Op het voertuig, je kunt hier apps kun je nog aanzetten. Hè. Dat werkt natuurlijk met Android Auto of Apple CarPlay. Zijn de systemen die hier ook bij schikken. We hebben in andere video's hebben wij ook deze systemen ook verder uitgelicht. Zodat je kunt zien hoe dat werkt. En natuurlijk ben je altijd welkom om dat een keer het echt te bekijken. Want dat is natuurlijk een hele mooie functie. Wat ik nog vergeten was, is over navigatie. Dat er eigenlijk al een
een aantal nieuwe dingen op zit ten opzichte van de vorige navigatiesysteem. Eén is dat hij eigenlijk een live traffic functie heeft. Dus dat wil zeggen dat hij niet eigenlijk aangeeft van nou, er is een file en kom je daar en dan is er geen file meer. Maar hij geeft dus echt met een paar minuten vertraging zitten aan dat er een file is. Nou, dat is natuurlijk erg prettig. En daarnaast heeft hij ook gewoon gratis updates wat daarbij zit. En dat is natuurlijk ook iets wat tegenwoordig ook steeds meer speelt. Maar inderdaad, je kunt ook kiezen om navigatie te doen via Apple CarPlay of Android Auto. En ja, dan zie je dat je eigenlijk al helemaal verzekerd bent van de meeste recente versies van het navigatiesysteem. Nou, het scherm werd dus super makkelijk, super snel. Ook bediening aan de stuur. Dan kun je nog wel harder en zachter regelen. Dus het werkt allemaal aan die kant zoals bij andere Opel's modellen ook zichtbaar en kenbaar is. Dus, en als ik de auto uit ga afsluiten, dan gaat het systeem ook automatisch weer uit. We hebben dus deze Opel Signia wij in onze showroom staan. Dus wanneer je zegt van nou, ik ben eens benieuwd van hoe dat in het echt eruit ziet of wil een proefrit maken, je bent natuurlijk van harte welkom om ook bij ons langs te komen. Nou, dan wil ik jullie eigenlijk bedanken voor deze korte live presentatie die ik heb gegeven over de multimedia systeem van de Opel Signia. Natuurlijk zijn we nog heel de tijd online om vragen te beantwoorden. En er is maar niks anders dan wanneer ik nu weer spreek een hele fijne kerstdagen te wensen. En alvast een gelukkig en gezond 2019. Bedankt voor het kijken. Nog een fijne dag.